Waarop hij aan ons vraagt van gaan we er naartoe? En waarop we eigenlijk volmondig allebei ja zeggen, want daar zijn we voor gekomen. We gaan hier politiewerk doen. Op 6 september 2017 toen raasde de orkaan Irma over Sint Maarten. Een aantal dagen daarna werd ik gebeld om daar politiebijstand te gaan verlenen. En dan zie je door het kleine vliegtuigraampje het eiland. En toen we geland waren, ja, zag je eigenlijk dat er aardig nog wat zand op de landingsbaan lag. Het vliegveld zelf was eigenlijk nagenoeg verlaten. We zagen een auto van douane die helemaal kapotte ruiten, zonder platte banden. Op een gegeven moment werden wij opgehaald door militairen om naar ons verblijfplaats gebracht te worden. Maar goed, dan rij je over dat eiland, dan hoor je de mensen al roepen van thank you en you're welcome. We hadden eigenlijk nog niks gedaan, maar mensen waren blijkbaar heel blij met onze komst. De boten die midden op de weg stonden, die gewoon uit zee zijn getild aan een land waren gezet. Mensen die zaten te wachten voor voedsel, met bescherming van militairen. De hele heuvels waren allemaal bruin. Ja, dat ziet er gewoon verdrietig uit. We komen bij onze verblijfplaats aan. Een resort heette het. Je zag wel dat het heel mooi was geweest, maar er was niet meer veel van over. De airco's lagen op straat, de daken lagen er vanaf. Uiteindelijk kregen wij een sleutel van onze kamer. Er werd al bij gezegd dat die er niet goed uit zou zien. Die stond ontzettend blank. De verdieping boven ons was volledig ingestort. Dus ook geen dak meer. Dus telkens als het regende en liep het water langs de muren, kwam het weer naar beneden. Maar goed, met 4 collega's op een kamer hard aan de slag gegaan om er ons kamertje van te maken. Maar geen elektriciteit, geen stromend water. Ja, dat was wel even wennen voor ons als Nederlandse politie. En nadat we beëdigd waren, konden we aan de slag. We wisten dat de collega's daar heel veel uren hadden gemaakt. Al dan niet hun eigen huis waren verloren. Hun gezin zelfs vaak geëvacueerd was. Dus ze willen die collega's gaan helpen. Nagenoeg het complete wagenpark van de lokale politie was verwoest. En de politieauto's waar we in reden waren vaak huurauto's. Waar al dan niet nog de zijruiten in zaten. We waren eigenlijk nog bezig met het voorstellen. Toen kwam een melding van een steekpartij. Nou, wij hadden op dat moment nog geen portefeuilles, dus wij hoorden dat via de mobielefoon in de auto. Waarop hij aan ons vraagt van gaan we er naartoe? En waarop we eigenlijk volmondig allebei ja zeggen, want daar zijn we voor gekomen. We gaan hier politiewerk doen. We komen daar met meerdere eenheden tegelijk aan. Lopen tussen smalle straatjes door, kleine huisjes. En zien rechts een levenloos lichaam liggen waarvan de keel is doorgesneden. Vervolgens opent zich een deur waarin een man staat te schreeuwen met bebloede handen. Nou, die wordt door mijn collega's direct naar de grond gepraat. De collega's hadden getrokken vuurwapens daarbij. En ja, dat loopt gelukkig goed af, want de man luistert uiteindelijk. Die wordt gearresteerd. Deze incidenten ja, die doen zich in Nederland helaas ook soms voor. Maar ja, daar was het ook uniek. Ook waren we bezig met het opnieuw veilig maken van het eiland. Als we 's ochtends in dienst kwamen, dan stond er gewoon opeens een nieuwe koelkast of een nieuwe tv. Dat we echt dachten, ja, wat doen die dingen nou hier? Ja, die bleken dus door plunderaars aan de weg als oud vuil weggezet te zijn. Omdat ze gewoon bang waren dat wij anders op de stoep zouden staan en dat ze dan opgepakt zouden worden. Het werd steeds veiliger. En van reactief gingen we nu alweer echt naar preventief politiewerk. Nou, daarbij moet je denken aan het voorkomen van overvallen. Dat gebeurde meestal met tweewielers of met getinte autoruiten, die zo zwart waren dat je niet meer in de auto kon kijken. Nou, dan zijn we verkeerscontroles gaan organiseren, het controleren van die tweewielers en alles wat niet in orde was in beslag nemen. Tot het verwijderen van tinten van autoruiten om overvallen mee te voorkomen. Wat me altijd wel bij zal blijven is, dat ik op een gegeven moment daar een baby in een wasbak zie zitten van een keukenblad. Wat eigenlijk op zich niet zo bijzonder is. Maar wat wel bijzonder was dat er geen huis meer omheen stond. Natuur herstelt zich, het eiland wordt weer groen. De boten worden verwijderd, de straten worden door de overheid weer schoongemaakt. Op een gegeven moment wordt het elektriciteitsnet wat langzamer verzekerd hersteld, waardoor het veiligheidsgevoel ook weer terugkomt. Ook de cruiseschepen komen op een gegeven moment weer aan. Iedere boot kwamen er steeds meer mensen ook weer vanaf die gingen winkelen in het inmiddels herstelde centrum. En waar wij als politie nadrukkelijk aanwezig waren om de veiligheid te waarborgen. Ik zou er eigenlijk 3 tot 6 weken blijven. Nou, uiteindelijk heeft het bijna 4,5 maand geduurd voordat ik weer in Nederland was. Ik had een band opgebouwd met de collega's daar. Er was veel werk te doen. We boekten mooie resultaten. Ik vond het gewoon prachtig om daar deel van uit te maken. Als ze mij zouden bellen om weer terug te gaan, dan hoef ik daar geen
geen seconde over na te denken. En dan zou ik direct volmondig ja zeggen.